niet is, dan moeten we er open over gaan discussiëren. Zoals we aangegeven, dan wordt dat... Mijn naam is Stef Kleine-Staman en ik was tot en met gisteren de voorzitter van de Jongerenraad Almelo. Je hebt afscheid genomen, waarom? We hebben afscheid genomen van de Jongerenraad Almelo met z'n drieën, omdat we tot constatering waren gekomen dat we de Jongerenraad niet verder kunnen voorzetten met z'n drieën. En de ledenwervingcampagne van de afgelopen anderhalf jaar heeft niet echt geslaagd op dat gebied. Jullie hebben afscheid genomen en burgemeester Arjen de Gerritsen heeft ook een toespraakje gehouden. Dat klopt. Arjen Gerritsen heeft ons gisteren een vaarwel gezegd. Hij heeft ons bedankt voor de inzet van de afgelopen bijna 5 jaar dat de Jongerenraad Almelo heeft bestaan. En hij bedankt ons voor de inzet waar wij bereikt hebben als Jongerenraad Almelo. Wat hebben jullie precies bereikt als Jongerenraad Almelo? We hebben als Jongerenraad Almelo op 2 vlakken dingen bereikt. Op het eerste vlak als vijver voor jonge politici en op het tweede vlak van beleid. Het eerste vlak op doorstroming van politici is meer van, is onder andere een jongerenraadslid, is gemeenteraadslid geworden. Er zijn jongeren op de kandidatenlijst gekomen voor de gemeenteraad, voor de Provinciale Staten en ook bij het besturen van jongerenorganisaties. En op het gebied van beleid is het onder andere van het skatepark waar de gemeente nu onderzoek naar aan doen is. En ook naar het onderzoek naar het veiliger maken van de weg bij de rondonde bij de zonnecollege. Hoeveel jongeren zijn er nodig voor de nieuw te vormen jongerenraad? De gemeente heeft een minimaal aantal van 6 jongeren gesteld als er weer een jongerenraad wil komen, om dat weer serieus te nemen, om dat weer op te pakken. Dus als er 6 jongeren zijn die de jongerenraad weer opnieuw weer leven willen blazen, om de jongerenparticipatie toch weer een nieuw leven te geven, dan kunnen ze de gemeente daarvoor bereiken. En hoe kunnen ze zich opgeven? Jongeren kunnen dat doen door bijvoorbeeld een mailtje te sturen naar de gemeente Almelo om ze met een groep van minimaal 6 personen aan te melden dat zij de Jongerenraad Almelo weer opnieuw leven willen blazen en met een klein plannetje van hoe ze dat exact willen doen. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Mijn plannen voor de toekomst zijn onder andere buiten school en werk om mij in te zetten in ieder geval op provinciaal niveau, nu bij de Jongerenraad Overijssel en misschien meer. Veel succes en dankjewel. Geen probleem.